Een deel van de 5 miljoen SAD dat in de kustwacht zou worden gepompt, is al door de staat overgemaakt. Dit vertelde landbouwminister Prahlad Seodin deze week aan journalisten. De bewindsman zegt dat de aangekondigde operaties die de kustwacht op zee zou uitvoeren, al zijn aangevangen. Ik kan het zo niet verklappen. Maar een deel is overgemaakt dat zij uit konden varen. Als ik daarmee uw vraag beantwoord, dan... De operaties zijn begonnen. Op 21 november hebben we een Zoom-meeting met de autoriteiten in Brussel. Om dan zaken verder op te lijnen. Maar ze hebben ook gezien dat wij wat acties in voorbereiding hadden. De boot van Defensie is nu zeilende. Moet ergens in de loop van volgende week aankomen. Dus men ziet dat wij serieus bezig zijn. En ik kan u ook verklappen dat er eergisteren is goedgekeurd. Dat Defensie nu ook over een eigen vliegtuig gaat beschikken. Seodin merkt verder op dat de kustwacht en het defensieapparaat serieus bezig zijn met het beleid om zaken in de Surinaamse wateren ordelijk te laten geschieden. Hij benadrukt dat er overleg zal plaatsvinden met belanghebbenden uit de Europese Unie om aan te geven welk beleid er vanuit Suriname gevoerd zal worden.